kun je laten remmen, maar je ziet het. Ze komen te hard de bocht in gooien. Mega overstuur. Twee hot hatches, allebei van fabrikanten die zeggen dit is de ultieme hot hatch die je kunt kopen. Mercedes AMG 45S, 421 pk, 4 cilinder met zonneturbo. Verschil zo groot, in ieder geval heel veel, want het is een 2 liter met 421 pk. En dat is een record voor een straatauto. Niet alleen voorwielaandrijving, want dat is natuurlijk te gortig. Ook een vierwielaandrijvingssysteem, heel apart. Met een kardan als die constant draait. En als je geen vermogen aftapt aan de achterkant, dan draait hij gewoon in het luchtledige. Er zitten twee koppelingen bij elk achterwiel 1 en die kunnen daar naar wens zeg maar, vermogen van aftappen. En dat is dan maximaal 50% van het complete vermogen naar één wiel. Wat dus betekent dat je hem een beetje met torque factoring de bocht om kunt helpen. Ook natuurlijk remingrepen links en rechts en ESP en allerlei andere dingen. Die ervoor zorgen dat dit een van de snellere hot hatches op de markt is. 3,9 seconden naar de 100 loopt als je de begrenzer eraf haalt vast 280 km per uur. Absurd apparaat eigenlijk, met een bijbehorende absurde prijs in Nederland door de BPM vanaf ongeveer 100.000 euro. Met wat opties zoals deze 115.000 euro. Denk daar eens even over na. Maar, hetzelfde kan bijna gezegd worden van dit apparaat, Megane Trophy R. Totaal andere tak van sport, maar op zijn eigen manier ook de ultieme hot hatch. Slechts 300 pk, wat vergeleken bij 421 natuurlijk niets is. Maar deze weegt ook slechts 1300 kilo. Terwijl deze met een volle tank en een beetje een zware bestuurder aan boord rijklaar richting de 1700 kilo gaat. Verschilletje. Dus wat is dan uiteindelijk beter? Wat heeft hij nog meer? Bridgestone Potenza semi-slicks. En deze Megane Trophy R heeft misschien wel het leukste. Kom mee. Geen achterbank, althans niet voor mensen. Dit is een achterbank voor banden. Want je gaat naar het circuit en dan heb je een stel circuitbanden en misschien nog een reservesetje om thuis te komen. Of een regensetje of echte slicks. En die past hier precies en die kun je mooi vastgespen met dit. Je helm die kan dan nog achter. Dit is een strap brace om de stijfheid van de auto te verbeteren voor een beter weggedrag. Erg gaaf allemaal als je van dit soort spulletjes houdt. Ook niet onbelangrijk wat hier gebeurt. Niet de velg. Niet de band, maar daarachter zit een torsieas. Normale Megane Trophy en ook de gewone Megane RS. Die hebben natuurlijk zo'n torsieas met vierwielbesturing. En dat is in zekere zin wel een soort van fijn om hem makkelijk de bocht in te laten sturen. En een combinatie van een soort van soepel weggedrag. En tegelijkertijd ook dynamiek te krijgen. Maar als je echt gaat racen, ja, dan brengt zo'n vierwielsturingssysteem toch een beetje onrust. En dat is niet wat je wil. Als je op die limiet aan het gummen bent op een circuit als, laten we zeggen, de Nürburgring. Al het mooiste kost wel 75.000 en een beetje in Nederland. En als je deze velgen laat vervangen door de optionele carbon velgen met carbon remmen en luchthappers in plaats van mistlampen en racestoelen en racegordels en alle andere opties, gaat die een heel eind richting de 100.000 euro voor een Megane RS. Ja, dus zowel qua prijs, vermogen als circuitprestaties de ultieme hot hatches. Ja, maar dat kan er waarschijnlijk maar één winnaar zijn. Wat is nou de enige echte ultieme hot hatch wat autovisie betreft? Gaan we hier uitvinden. Iets wat winderige Flevopolder. Politie oefent circuit. We doen een paar rondjes met allebei de auto's. En kijken wat er aan het eind van de rit blijft staan. Let's go. Nou, daar gaan we dan. Kleine race op het politie oefent circuit in Flevoland. Staande start. Dat is in het voordeel van AMG. Net zoals het feit dat het vrij koud en nat is vandaag. Maar we gaan toch kijken wat er gebeurt. Het gaat ook niet per se om wie de snelste is. Vooral welke auto het leukste is om in te rijden. Gaat ie? Ja, en dan is de Mercedes weg met zijn vierwielaandrijving en zijn 421 pk. Maar dit is natuurlijk een lichtere auto. Dus we remmen er een inklap weer naartoe. Smijt hem de bocht in. En ja, wat je natuurlijk hebt op zo'n koude dag als vandaag, dat die semi-slicks niet helemaal op temperatuur komen. Aanremmen is hij echt goed, maar je ziet dit, ja, vooral die slicks aan de achterkant. We komen maar met de grootst mogelijke moeite, de temperatuur of zelfs helemaal niet. Maar er is heel zeer overstuurd. Maar je ziet het voor me, de AW40 is dat ook. Maar die heeft dus 4x4 om zichzelf de bocht door te duwen.
Benz die weegt beladen bijna 1700 kilo als je zwaar iemand aan boord hebt. Dit ding 1300 leeg. Dus laten we zeggen 1400, een halve tank en een persoon aan boord. Nou, dat scheelt wel flink. Maar je ziet, er zit niet veel tussen. Hier kan ik echt naartoe kruipen. Dan merk je die zware motor in de neus van die AMG. Duwt hem naar de buitenkant van de bocht. Hier kan ik veel eerder op het gas. Dan kan ik ook voorbij. In de slipstream. Naar z'n vijf. Ja, dat kan. Maar... je ziet het, ze kunnen te hard de bocht in gooien, mega overstuur. En dan moet je wachten tot je exit in beeld hebt. En dan kun je hem wel weer de bocht uitsleuren. Die achterkant of de voorkant, traditioneel bij Megane RS en voor alle generaties, super sterk. Heel veel tractie. En een differentieel dat zich echt vast klauwt in de weg. Doe je hem echt sleuren met geweld. Tak, tak. Beetje turbo lag merken we wel. Kijk, hij heeft nu voor een 1.8 in plaats van een, nou, dat is hard taart erin. In een bocht die erg glad is, ja, dat hou die semi-slip natuurlijk niet van. Maar wat was ik? Als je wil wegaccelereren met langzamere bochten, dan merk je wel een beetje dat die turbo lag heeft. 1.8 in plaats van 2 liter, wel 300 pk. Dus een hele grote turbo. Toch iets te hard erin, ja, dan breekt de achterkant heel erg snel uit. Ik denk als het allemaal droog is, dan zal het wel meevallen. Ik heb ook al in het droog gereden en dan is hij toch wat minder dat... klassiek Franse recept van een zeer losse achterkant. Dan voelt hij gewoon planted aan, zoals je het bijvoorbeeld wil hebben. Een uitdagend circuit als de Nürburgring, dan moet er niet te veel beweging in die achterkant zitten. Maar precies genoeg om de bocht in te krijgen. Dan gaan we weer op het gas. Het mooie is dat je weer heel mooi kan aftasten. Dat moment waarop de voorwielen het niet meer echt aankunnen, het gas geven. Dat je precies tegen de slip aan kunt gaan zitten. Dat je zeer controleerde bocht door kunt sleuren. Fantastisch. Dat blazende geluid van die Akrapovic uitlaat. Nu is het ietsje minder hard deze bocht in. Dan zie je hoe die heel glad is. Dus even rustig aan doen. Short shift is 4. Kunnen we hier vol gas door? Jawel. Bandjes piepen een beetje, maar... en al van de uitlaat. Ja, die remmen die zijn zo sterk, dat is echt niet normaal. Het is natuurlijk de combinatie van een laag autogewicht en heel veel remkracht. En alles waarbij we bij de gewone Megane en de Trofeo hebben gezeurd, van ja, het is wel snel, maar dat echte voorspelbare karakter van de Megane RS, dat missen we. En dat zit dus helemaal wel in deze trofee. Het is gewoon precies zoals de Megane RS van begin af aan had moeten zijn. Zonder die stomme meesturende achterwielen. Maar gewoon die Renault Sport Magic. Van een auto die precies ergens op de grens balanceert. Tussen uitdagend en ook zo dat je er iedereen in kunt laten rijden. En dat die desnoods met het ESP ingeschakeld direct razendsnel is. Fantastisch, wat een ding weer. Ze kunnen het nog wel gewoon daar in Frankrijk. Alleen je moet er tegenwoordig wel 75.000 euro voor betalen. Zo, cooldown lap. Overstap in de AMG. Kijk op die kant. Ja.
Ram, inderdaad. En kijk, daar gaat de achterkant van de Renault. Veel meer rust in de AMG. Van nature veel onderstuurder. En je ziet het, moet op het gas gaan om overstuur in het apparaat te krijgen. Maar dat doet hij dan dus ook. Hier hebben we best wel onderstuur, voel je het gewicht van de motor in de neus, voel je drukken. En de neus kun je dan weer een beetje naar binnen krijgen. Door op het gas te trappen, maar een beetje naar binnen krijgen. Je kunt de neus echt heel erg agressief naar binnen drukken zelfs. Zo, we steken hem binnen door. Meer stabiliteit bij aanremmen hier, veel meer. Race-modus. Daarin probeert hij om het overstuur alleen maar te gebruiken om die neus naar binnen te drukken, maar niet om hem door te zetten zodat je in overstuur belandt en tijd verliest. Kijk hier, hoppa. Maximale snelheid is wat hij hier naast heeft. Ja, en hier gaat het ding gewoon kiet. 200 op de teller op dit korte rechte stuk. Boom. En aanremmen. Later in. Binnen laten komen, is die glad hoor. Dan ga ik op het gas. Je ziet het, de achterkant drukt een beetje. Hier vol in het ABS. En wachten, gas. Ja, en hard gaan met deze auto is dus puur een kwestie van ja, kijk hoe je dat vierwielaandrijvingssysteem maximaal voor je kunt inzetten. Niet te vroeg, niet te laat. Hij geeft hem aanvankelijk een zetje om de neus naar binnen te krijgen. Maar uiteindelijk ja, is het toch onvermijdelijk dat hij het vermogen min of meer gelijk over voor en achter verdeelt. En dan krijg je toch een soort van onderstuur. Dan gaat hij toch zichzelf naar de buitenkant van de bocht drukken als je te vroeg gas geeft. Of als je te veel gas geeft. Dus het is echt zoeken naar de grens. Naar het juiste tijdstip. Ja, en als je dat onder de knie hebt, dan kunnen we enorm veel snelheid uithalen. En vooral dit soort gladde omstandigheden. Kijk, het is nu een hoop gas. Zo. Hard hoor. Toch, ja, hij voelt lichter aan dan dat hij papier is. Door die slimme 4x4. Eén ding wat ons bij de introductie ook al opviel, en dat valt hier toch ook al op, die versnellingsbak. Ja. Als je het een zwakte moet noemen, dan is dat het wel. Vooral hier bij terugschakelen, hoge toeren, reageert hij erg laat. En dat wil je niet. Je wil precies weten hoeveel de auto de motor zal afremmen. Oké, gaan we vierwieldrift. En dat krijg je dan dus niet. Dus wachten. En gas. Gedaan hoor. Even wachten, gas. Het is ja niet per se leuker of minder leuk dan een Megane. Het is ietsje minder puur natuurlijk, omdat je toch ja, vooral ook tegen en met allerlei systemen aan het rijden bent die voor jou denken en dingen doen en software algoritmes. Terwijl ja, de Megane is het gewoon de poken, het sturen, de pedalen en zoek het maar uit. En dit is ja. Het lijkt een beetje qua karakter op een Focus RS, Tesla Model 3 Performance, ook erg vergelijkbaar. Als ik zou moeten kiezen, ik ben meer een pure circuitrijder, dan kies ik de Megane toch wel. Maar ik kan me voorstellen dat misschien wel de meeste mensen eigenlijk veel meer plezier hebben in dit. Omdat deze het scherpe randje ervoor een beetje van afhaalt, je de mogelijkheid om een beetje te leren met het gas te sturen. Dus ja, wat mij betreft zijn er twee ultieme hot hatches voorlopig.